Hey. Een wissel bij Koninklijke Voetbalclub Dessel Sport met het nummer 20. Najim Hadouchi wordt gewisseld voor het nummer 61. Youssef Boulawali. Youssef, welkom bij Dessel. We zitten nu een maand of twee, tweeënhalf in de voorbereiding. Jij zit nu ook een maand of twee bij Dessel ongeveer. Hoe gaat het voor jou tot nu toe bij Dessel? Ja, het gaat goed met Dessel. Ik ben blij dat ik hier heb getekend. Dat is een familieclub, goede ploeg. Dus ik ben tevreden dat ik hier mag spelen. Hoe zijn de eerste twee maanden nu? We hebben natuurlijk een pauze gehad door corona ondertussen. Maar hoe zijn de eerste twee maanden bij Dessel verlopen voor jou? Qua voetbal, qua de mensen in de ploeg, qua alles eromheen? Ja, we hebben een fantastische groep. Ook een goede ploeg. Ja, zoals u zegt, door die corona zijn we twee weken gestopt. Maar nu zijn we terug volledig aan het gaan voor de competitie toe. En ja, nu zondag de eerste belangrijke match van het seizoen. En hopelijk kunnen wij winnen. Perfect. Nu even over jezelf. Waar heb jij je voetbalopleiding gehad? We weten dat jij bij Heist, bij Beerschot Diersen gespeeld heeft, maar waar heb jij je opleiding gehad? Ja, ik ben hier in 2011 gekomen naar België. Ik heb altijd in de jeugd van Spanje gespeeld.
En dan ben ik naar hier gekomen. Ik heb 3 jaar bij Capelle gespeeld in 3e klasse. En dan ben ik naar huis gegaan in 2e klasse. En dan van Heist ben ik naar Beerschot gegaan. Ik heb daar ook 2 jaar gespeeld. En dan naar Lierse 2 jaar gespeeld. En dan ben ik naar hier gekomen, naar Dessel. Perfect. We kennen jou uit het verleden als een offensieve flankspeler. Maar je wordt bij Dessel in de voorbereiding ook regelmatig op het middenveld uitgespeeld. Wat is jouw favoriete positie in het veld? Voor mij de beste positie dat is op 10 of linkerflank. Maar ik kan overal spelen in de aanvalpositie. En nee. Ik zal spelen waar die coach mee zit. Perfect. Zoals al gezegd, hebben we zondag de eerste match met de inzet in de beker van België, de Krogi Cup. Tegen een ploeg uit derde amateur. Nu hebben we vanavond tegen Wittgo gespeeld, ook een ploeg uit derde amateur. Dus dan weten we dat er van onderschatting geen sprake mag zijn. Dus hoe verwacht je dat die wedstrijd zal gaan? Vooral ook naar vanavond misschien. Ja, zoals u zegt, dat moet je niemand onderschatten, ook als een derde amateur is. Vandaag hebben we goed gespeeld, denk ik. We hebben veel kansen gecreëerd. Spijtig dat we verloren. Maar zondag moeten we niemand onderschatten en zoals de voorbije matchen spelen. Perfect. We gaan nu een seizoen in een eerste amateur, eerste nationaal, zoals het tegenwoordig heet. Wat zijn jouw verwachtingen van deze ploeg in die competitie? Waar toch aardig wat profclubs in spelen en dan Dessel als relatief kleinere club daartussen misschien? Ja, eerste nationaal is een moeilijke competitie. Dus ik denk dat we een goede ploeg hebben. Ik denk dat wij onze best gaan doen en we zullen zien waar wij op het einde eindigen. Perfect. Veel succes dit seizoen, Josef. Dank u wel. En over wisselen bij Koninklijke Voetbalclub Dessel Sport met het nummer 18, Jordi Matthij, wordt gewisseld voor het nummer 9, Radko van Simpson. Gewisseld voor het nummer 10, Gianluca Falzone. En nog gewisseld bij Koninklijke Voetbalclub Dessel Sport met het nummer 28, Gide Goer, wordt gewisseld voor het nummer 5, Tom Gieslijn.